Wij denken dat het langer duurt voordat er een fijn plekje voor jou gevonden is. Het is heel lastig uit te leggen, maar je Zijn ze dan niet aan het zinswijze. zoeken? Ze zijn wel heel hard aan het zoeken, maar ze zijn anders aan het zoeken dan met een wachtlijst. Ze zijn aan het zoeken voor jou naar een plekje wat bij jou past. Wat bedoel je met de wachtlijst dan? Ja, wie heeft de wachtlijst aan jou uitgelegd? Machteld. Oh, Machteld heeft dat een keer verteld. Ja, dan zetten ze je op een lijst en dan ben je bijvoorbeeld nummertje 12 of zo, of nummertje 6 of nummertje 18. Maar dan kan het, ja, dat is een beetje anders zoeken dan dat wij moeten zoeken voor jou, vinden we. Wij vinden dat we moeten kijken naar een gezinshuis wat bij jou past. En dan moeten we kijken of daar wanneer daar een plekje is. En het duurt nog lang. Ja, maar ja, goed, maar we kunnen beter maar gewoon eerlijk zijn tegen jou. Hè? We weten gewoon echt niet hoe lang het allemaal gaat duren. Dus we kunnen jou geen tijd meer geven daarvoor. Wij weten alleen dat als we nou gewoon een plekje voor je hebben, dat het gewoon een goed plekje is voor jou. Dat we gewoon goed zoeken naar een plekje wat bij jou past. In plaats van dat we zeggen van nog een jaar of 2 jaar of een half jaar of 3 jaar. Jij zit tot geen 3 jaar meer toe. Nee, maar ik kan het je niet allemaal niet meer beloven, want ik weet niet hoe dat gaat. Maar mag toch zijn tegen mij? Machteld heeft toen gezegd tegen jou een ja. Maar we willen jou geen valse hoop geven. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat wij niet iets willen zeggen tegen jou wat we niet waar kunnen maken. Snap je dat? Stel je nou voor dat we nou moeten zeggen tegen jou van over een half jaar. Of over een half jaar moeten we dus eigenlijk een plekje voor je hebben. Hè, want dat hadden we jou beloofd, toch? Tuurlijk. Niemand is aan het zoeken. Jawel, we zijn echt heel hard aan het zoeken. Maar jullie willen. Nee, maar dat plekje is gewoon niet zo makkelijk. Hè? Dat plekje is gewoon niet zo makkelijk, meisje. Je bent ook een heel speciaal meisje. Nee, Ja, dat ben ik je. ben er gewoon bij je. Ja, je bent ook heel gewoon, maar ook heel speciaal. Daarom Nee, moeten ik we ook ben een heel. gewoon. Ja, moeten we ook een Ik plekje zoeken die ben echt bij jou niet bij past. Vinden wij van wel hoor. Nee, ik Hè? ben gewoon bij Ja, je bent toch gewoon een meisje, maar ook een heel speciaal meisje die hele speciale mensen nodig heeft die goed voor haar kunnen zorgen. Nee. Weet je, net als Iedereen wij gaat hier allemaal. weg en ik het nooit. Jawel, jij gaat toch een keer weg. Dat wil ik niet. Want Gretta mag ook niet kijken van de leiding. Nee, ik mag ook niet kijken. Ik doe Angry Birds Halloween, Maasje. Kijk, het lintje uit de ja. Yes, één. Het is een nachtjeskalender van Timothy en Valentino. Want vandaag belt Saskia op. En over 2 nachtjes gaan Valentino en Timothy naar opa en oma van hun. Heerenveen. Weet je nog? En ja, gaan ze wonen. Weet je nog dat ze Ik de dacht bij volgende een plek keer. gaan we gaan. Ja, dat was de vorige keer gezegd, hè? Ja. Nou, en nu hebben ze besloten om naar opa en oma toe te laten gaan. Dat vinden ze misschien wel fijn.
fijn, hè? Het is misschien wel fijner dan onbekende mensen. Ja. Heb je helemaal gelijk? Ja. Kuikentje. Calimero. Ja, dat heb jij gemaakt. Hè? Voor mama. Ja, hey, en ik had nog gekeken wanneer mama kwam in de map. En oma. Weet je niet of oma meekomt? Zie. Mama komt morgen. Morgen al? Ja. Mijn mama komt morgen. Mijn mama komt net. Die heeft geen geld van benzine. Nee, niet altijd, hè. Daarom is het al 3 keer niet doorgegaan. Ja. Nee, ik ben. Nou! Alleen nee, niet voor het kruis, meisje. Dacht ik al. Je kreeg lekker zo'n sup gezichtje. Hè? Dat is een moeilijke jongen. Mijn papa en mama zijn ook net weg. Dat snap ik ook wel dat jij even verdriet hebt. Ja. Ik wou er niet meer op. Nee? Ik wil er niet meer op. Zeker? Ben je al klaar met je verdrietje nou? Ja? Nou, als er iets is, kom je dan naar ons toe? Kan je carnavalspelletjes intypen? Kun je proberen? Kijk maar. Nee, ik kan dat niet. Dat is hier. Hier. Kom maar. Ben je eruit? Hier. Kom maar. Ho, 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 ho. Jij doet knallen. Daarheen. Zo. Klepje dicht. Mag je straks wel even zien? Ja? Nee hoor. Als niet. Moet je me even afspreken. Oh, Alicia. Wat lief. Let's kijken. Vindt hij nog goed? Hij is nog jong, hè? Hij is nog heel speels. Ik denk dat hij heel erg zijn moeder mist. Ah. Draaiorgel, die hebben we nog wel. Ja. Die heb ik. Dat is een storm. Of is dat een... Dat is storm. Die hebben we ook al gehad. Ja. Dat is niet de regen gewoon. Nee. Bijna. Huh? Die weten wij echt niet. Ja. Ik ga jullie het kittelen. Ik ga niet weten wat jullie het gaan doen. Nee. Gaat er iemand hem naar bed brengen? Mij niet. Nee, daar. Hiero. Hiero. Leg je dat boven de knieën? Nee. Kom, luiwammes. Luiwammes. Dat is niet zo netjes, hè? Van mij.
Wat? Wat lui van me zegt tegen jou? Wel. Niet hè? Krijg geen sticker vanavond, hè? Wel. Ja, maar dan moet je hem zelf even afpoetsen. Even goed. Nee. Je hebt er vandaag geen zin in, dat merk ik al. Hé? Alicia net ook huilen naar buiten komen. Dus volgens mij had jij ook iets tegen Alicia gedaan. Ja, ik heb autisme. Dus als ze mij een keer iets aan, ja, dan kan ik er gewoon echt in een doosje. Ja, maar dat mag je dus absoluut niet doen. Ja, zij doet iets tegen mij. Hey, zelfde groetjes. Hoe doe ik mijn ogen mijn uur blijven? Dat vind ik niet leuk. Ik wil ook met mama logeren.
Oogjes hadden niets gemerkt van het gesprek tussen Polyphonia en Snorpaard. We zijn er door. Goed gestuurd, Stientje. Hé? Wat? Trek je mij mee naar het hoeken? Ja. Hé? Moet je hand hier ook hierop leggen? Dan moet je even hier voelen. Het zit nog een beetje lager, hè? Misschien moet je het eigenlijk wel schopperen. Lager? Ja, ze zit een beetje lager nou, hè? Ik bedoel, hè? Des te langer de baby in de buik zit, des hoe lager die gaat. Ja, op een gegeven moment wel. Dan gaat hij alvast een beetje naar beneden. Jammer dat er mooie zang met is. Gelukkig beheer, daar is het gevaar ook mee. Wachten! Achteren. En ik moet ook naar achteren. Zit! Zit! Staan! Joepie! Dansen met mij. La 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 la! Hoi! En bij drie! Erin! Ik ben hier zo vaak. Hier. Misschien kunnen we ook nul keer geprikt. Als ik een heel erg beestje zie, dan ren ik er gewoon uit, hè? Ik zie hem. Ja, pak hem. Ja, dan kunnen we niet door. Jawel. Er is nog niemand. Riet het fijn vindt om even binnen te komen. Die komt echt wel. Nee. Goedemorgen. Pees? Ik ben vanaf 3 uur 's nachts. Kijk, mijn tablet goed. Morgen krijg ik mijn tablet. Binnen. Kijk. Weet je al zeker dat je tablet krijgt? Ja. Ik weet hier de weg. Hier, dat laatste huis. We zijn er. Hallo, mami. Heb je het er allemaal bij? Kom maar. Kom. Dat is Riet. En een kleurbaan. Hoi. Hey. Riet, wat is er allemaal bij? Ik heb het gefeliciteerd met Alicia. Hallo. Ja, het gewoon een slecht start van de bal buiten de lucht. Tot je liefst. Alicia. Nee. Nee. Hij mag liever op de grond. Zo'n snelleken, hè? Zo'n het is een kei lief beestje, maar... Dus wat dat er niks is, een mooie vracht, maar... Ja. Hallo. Ja, is gewoon, de start is niet... ik heb daar het geduld niet voor. Het is wel een kei lief beestje, hoor. Ja. Ze zijn allebei heel lief. En waar kun je hem dan kwijt? Maar Klaas. Kom maar op. Wat. Ja. Kijk eens. Even kijken hoe dat moet. Moet je aan tafel gaan zitten, hè? Nee. Jawel, dat moet. Moet je. Als krijg je geen cadeautjes, hè? Als het goed is, moet dat ding ook muziek maken. Oh, zie je dat?
Nou. Heb je een wens gedaan? Hm? Heb je een wens gedaan? Ik moet jou kussen. Jij bent jarig. Ik heb natuurlijk nog een ander cadeautje, maar die komt later. Ja. Want dat ging anders niet. Ja. Je weet wel, vast wel waar. Alice. Ja, ik weet al wat. De tablet. Dat zei ik. Ja, dat kon alleen via internet. Ja. Ja. En nog een cadeau. Nee, die wil ik zelf ook maken. Ma. Nee. Een regenboog nagelak. Datum. Dat is met die dyslexie, hè? Dat is normaal. Alicia. Ja, ik heb ook krant. Ik ben gisteren pas begonnen met mijn vakantie. Alicia. Ik zag een voorbij komen, het is van 14 af. Alicia. Ja, Kelly, heb ik toevallig gisteren gemaild dat het gelukt was met de tablet en zo. Want ja, ik kan dat niet bestellen, want ik heb bewindvoering. Dus ze zei, oh, ja. Ik zei, goed, zo lopen. Ze zei, dus dan moet je... Ja, dan kan jij dat. Wat is het nou weer? Ik wil op je ja. Jij ziet mama bijna iedere dag. Ik wil mama. Ik wil mama. Niet twee dingen. Stans, doe even normaal. Doe eens normaal. Nee, en nou mag niemand meer op schoot. Verstraf. Uitstellen. Ik moet wel puntjes laten knippen, want het is allemaal zo scheef als iets. In ieder geval, want het zit allemaal maar een beetje, ja... Mag ik deze even? Nee, afblijven. Die staan dan bij de sier, is niet om aan te komen. Ga eens lang laten groeien, Alicia. Ga eens lang laten groeien. Ah. Wat betekent dat? Ik ga lief vind. Wat heb je dan met je haar te maken? Niks. Ga je ze lang laten groeien verkocht? Ik heb dit en dan nog zo'n stukje overlaten. Ja. Tot ik dan nog een beetje langer. Ja, dat kan wel. Daarom ga ik het toch iets langer laten groeien, dat ik ook nog haar over heb. Nee, ze scheren jou gewoon helemaal kaal. Voor het van deze. Denken wat jou nou hebt. Niks. Niks? Dan laat ik jou gewoon eventjes zitten. En dan wil ik wel bij je andere kinderen met rust hebben. Ja. Je mag voor mij even een beetje baal hebben. Of, ja, is alles met rust. Dan stuur ik je naar je kamer. Nee. Dat weet je. Dan is de grens bereikt. Niet voor jou. Nee, dat hoeft niet per se. Dan weet je dat het mag.
Wanneer moet je dat pelletje nou wel hebben? 3 uur. Om 3 en dan 's ochtends vroeg. Oh, ik ga alleen om 3. Dan werkt hij 24 uur. Oh, kijk, dat is mooi. Hoef je hem niet zo vaak te nemen. Huh? En waarvoor is dat pelletje? Om jou wat minder angstig te maken. Van jou een beetje bang de laatste tijd. Heel erg. Hè? En dat pilletje helpt dan eventjes wat. Ja, dat een beetje te minder te maken. Om dat rustiger te worden in je hoofdje. Hè? Ga je weer naar huis? Ja. Hè? Ja, hè? Zeden. Altijd blijven lachen, hè? Stuur je dat van deze, vanaf deze computer of van een leidingkamer? Leidingkamer. Oh ja, want je had me gemaild, hè? In hele grote letters. Ja, dat zag ik. Nou, niet alleen vond ik leuk, maar volgens mij wilde je ook zeggen dat het iets heel belangrijks was. Zelf. Oh, en soms doe jij het voor mij. Ja, ik ben ook wel blij. Maar meestal doe ik het zelf. Dat doe je heel vaak. Oh ja.
Je bent helemaal geweldig, jij. Kom! Hé, hey, Alicia, ik ga opstappen. Even wachten. Ik ben benieuwd wat er komt. Ja. Misschien een rapport wel. Nee, dat zal bij jullie. Koelkast. Oh. Ik hoor de koelkast, dus volgens mij is het erin pakken. Het horsje is half kapot aan het dansen en hij ligt daar. Ja, dat is de envelop, maar dat is niet erg. Hier. Dank je. Fijn dat ik dat mag zien. Wat heb je hard gewerkt dit jaar? Hou dit ja, voor. Ja, alleen dit lezen. Alicia, wat heb je hard gewerkt dit jaar? Hou dit vol in groep 6. Veel plezier. Je kunt erg hard werken. Ga zo door. Je doet erg goed mee. En jij mag ook iets bijschrijven. Mag ik er ook iets bijschrijven? Ja. Oh, ik voel me helemaal vereerd. Hier, deze. Wil je mijn pen pakken? Nee, nee die. Ik zet tussendoor even. Ja, helaas. Nee, die moet ik nog niet. Slaappillen. Nee, maar het is echt al 7 uur geweest, meisje. Acht ja. Uur. Ja, daarom moest ik hem wel acht innemen. En die gele, zijn die nu? Ja. Ja, doei. Doei. Bedankt voor de gezellige... Vond jij hem of vond iemand anders hem? Ik. Alicia vond hem. Hoe was dat? Eng. Ja. Jeetje, ja. Was ik wel heel erg geschrokken naar meis. Toen hebben we een heel mooi doosje gepakt. En daar hebben we stampertje ingedaan met een handdoekje. En daar had je een heel mooi knuffeltje bij ingedaan. Voor stampertje. En een brief geschreven voor stampertje. En Rietje had ook een brief geschreven. Voor stampertje geschreven. Mm. En toen is Vera met jouw stampertje gaan begraven. In de middag. Ja, in de middag. Waar? In het bos. Ik kan hem nu nog vinden. Ja. Maar ik graaf hem alleen niet op. Nee, natuurlijk niet. Dat vind ik eng. Maar je had wel goed afscheid genomen van stampertje. Nee. Nee, vond je niet? Ik vond dat je dat heel goed deed. Voor mij is het niet zo goed, want die dag daarvoor had ik nog niet met hem gespeeld. Ik dacht, dat ga ik vandaag maar doen. Ja. Maar daardoor is hij niet dood gegaan, hè? Je hoort hem niet te vergeten. Ik
Gerard, ik ga te ver. Ja. Krijgen. Ik dacht dat het Sinterklaas was. Sinterklaas. Wil je ook een beetje oranje? Denk je dat je daar kijkt van Sinterklaas? Niks. Jawel. Je bent al te oud. Echt niet. Hé Kelly, ze is te oud hè. Ze is te oud, helaas. Jij bent te oud. Nou, ja, dat klopt. Nou, weet je. Hallo. Nou. Zo oud is ze nou ook niet. Ja, dan ben ik helemaal niet oud hè. Ja, vanaf 10 krijg je niks meer. Ja. Hè? Ken je toch? Vanaf ik heb nu toch ook iets gekregen. Maar ze is wel lief geweest. Oh ja. Ja. Hè? Dan heb je misschien geluk omdat je nou net 10 bent. Dus misschien dat het daaraan ligt. Maar volgend jaar is het denk ik over. Nu zitten twee op elkaar. Ja, ik kan nu nog een week uitstellen. Dus dat gaat echt voor haar ook niet te doen. Jullie hebben elkaar al veel te lang niet gezien, hè? Nee, ik zeg dus we moeten het echt die woensdag doen, want anders gaat het echt te lang duren, hoor. Ja. Echt wachtig, want nou, de volgende keer kom je naar ons, hè? Oh, gezellig, Alicia. Dat is wel heel leuk. Januari, als het goed is, want eigenlijk zijn wij te laat, maar eigenlijk nog dan. Ze dacht echt dat het zwarte pieten was. Heel, een beetje wat groter. Ik ga echt voor elkaar. Echt anders. Kan niet later, Guus. En dat stond inderdaad. Nee, Alicia. Kom maar binnen. Sinterklaas is daar stand. Die kan nooit helemaal te snel komen. Hey, als ze vannacht nachtmerries heeft, dan bel ik de groep op. En dan mag jij de hele nacht aan de telefoon Alicia, hangen. Alicia, die laat ons schrikken. Nou. Daar krijg ze nachtmerries van. Dat is dan jouw schuld. Dat wil je niet op je geweten hebben. Wat mooi. Heb je dat allemaal gemist? Moeder van Danielle was de eerste jaren. Dat is al 13, het nieuwe 13 jaar. Dan word je 29. 28. Oh, ik zit er ernaast. Waar ben jij dan? 33. Oh, we zijn nu zeker. Je houdt je jong en het werk. Dag! 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 Rustig. Oh, toch wel. Schap, nou rustig doen, hè? Ja. Ze is toch denk ik wel zenuwachtig, hoor. Ik denk ook wel. Ik denk dat ze toch wel met de bang is. Ik denk dat je toch niet zo lief bent. Ik denk een beetje bang bent voor Sinterklaas. Hier met hem. Hier met hem, want je begint te blozen. Oh, ze begint te blozen. Ja, ik doe hem mee. Ik krijg er een hoest van. Sorry. Waar heb je die gepakt? Ja, dat is duidelijk. Waar? Oh, hier gaat het. Nee, kom niet blijven. Nee, 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 nee. Nou, lief zijn dadelijk voor Sinterklaas? Nee. Wil je muntje terug? Nee. Want die zit hier ergens... Oh, zit die bij jou verstopt? Nee! Nou, hier. Nee. Dan kan ze misschien maken. Natuurlijk ja, kunnen we. Nou. Doe maar bij mailen. Dat was een fijn bezoek. Hè? Ik wil niet dat je gaat. Oh, het was ook al kort, een liedje he? Van, hè? We hebben meer mee gespeeld. En in januari ga je alweer naar toe. Ja, het is nou dus het was nou niet nee, het is kort was wat het nou was het heel lang dat ik ziek was en
Nou gaat het sneller. Hè? Ja, als je lekker mailen en zo, dan... Nee, ik wil je goed. Afstemmen. Ja, dan zien we dan. We moeten maar met Kelly afstemmen. Ja. Hey, doei Angelien. Doei. Dank hè. Mama moet blijven. Wil mama nog knuffel geven? Ja. Maar doen we hier wel even wachten. Mama. Hé? Hey, en mama vertelde dat ze... Ik wil mama. Dat is mama. Ik wil mama. En mama vertelde dat jij in januari op een eind op bent. Ik wil mama. Ik ga niet meer, meisje. Ik wil mama. Wat hebben Juliet en Kelly daarover gezegd? Niks. Volgens mij wel. Echt niet. Nee, maar ik heb met Juliet daar wel over gepraat. Want jij hebt aan mij gevraagd, mag ik naar een ander, wil je een andere school? Maar dat ga ik niet doen. Waarom niet? Omdat ik denk dat het een goede school is. Nee. Dat het de beste slecht. School is voor jou. Slechtste ook... school in de wereld. Welke regels? Nou, die gaan we. Hey. Hebben we op papier staan. Er zijn voor het hele kinderhuis, voor heel Stichting Maasdorf, zijn er regels. Voor de grote mensen en voor de kinderen. Maar ook voor ouders en voor de bezoekers. En die regels die zijn, we luisteren naar elkaar. We praten rustig tegen elkaar. We schreeuwen niet naar elkaar. We zijn aardig tegen elkaar. We doen elkaar geen pijn. We zorgen dat het veilig is voor iedereen. We maken elkaar niet bang. We lopen niet weg. Kinderen gaan naar school. Kinderen hebben een veilige plek op de groep. Bijvoorbeeld je kamer, hè, bij jou. Kinderen krijgen hulp van de groepsleiding. Kinderen vragen hulp aan de groepsleiding. En de groepsleiding zorgt voor duidelijke regeltjes en structuur. Dat is het nog niet. En bij jou? Want voor jou is het dan zo, hè, als er iets is, dat je dan echt ook om hulp moet vragen. Hè? Want dat ging af en toe... Wel een paar keer mis vorige mijn keer. Mijn pennenbakje die heb ik voor jou. Maar ja, mijn hele kamer is versierd door jou. Ben ik heel blij die mee. Die schilderij, die tekening. Ja, een potje. Vind ik heel leuk.
Maar wat dus wel belangrijk is, is dat je dus geen andere kinderen pijn doet. Ja, doei. Nee, is nog niet klaar, maar. Nee. What the fuck? Lara, die sluit het gesprek. We luisteren naar elkaar en we praten rustig tegen elkaar. What the fuck is niet rustig praten met elkaar. Ja, en dit zijn ook regels die gewoon moeten. Dan moet, wat ik jou ook toen vertelde. Ja, dat is wat Maaskost wel bepaalt. Zo en zo weer. Hier bij de Maaskost, maar bij andere groepen ook natuurlijk. Ja, dat geldt. Zijn allemaal regels. We luisteren naar elkaar. Dat is, dat is wel een regeltje. Even stoppen en dan kan Lara vinden. Of je kan ook vertellen waarom je dit nou zo moeilijk vindt. Jullie maar lekker uren door. Maar je vond het wel heel erg lastig, hè, in mijn kantoortje. Dus toen dacht ik, laat ik dan maar even naar de groep komen. Want wij hebben het net gehad over de regels. Maar die zijn ook zo belangrijk. Omdat als we de regels niet, ons niet aan de regels houden, dat we dan niet voor jou hier kunnen zorgen. Leuk. En dat we dan dus ook echt een ander plekje voor jou moeten gaan vinden. Leuk. Dit is mijn liefje. Nou, mag jij je spulletje daarin zetten? Doe ik de rest ook. Hoeft een stomme briefje niet. Ja, meid, ik snap dat het heel lastig voor je is. Het is hier een gevangenis. Rust laten. Ja. Oh ja, dat is goed. Ben toch niet aan het chatten of zo, hè? Nee. Dat wil ik dan even zien, want je reageert erg snauwerig naar mij. Ja, dat ben je dus. Wij dat doen. Nee, dat kan niet. Ik wil zien wat je aan het doen bent. Dat moet even. Dat zijn de regels van Maaskost. Laat eens even zien, meid. Nee. Hoe vind je een lampje trouwens? Irritant. Ook irritant. Alles is irritant. Dus vandaar. En vooral jij. Die ikke? Ja. Oh ja, dat mag je ook wel even vinden. De zout op. Ja. Nee, jij komt daar even de tablet brengen. Zout op! Hé, binnen nu en minuut ligt de tablet bij mij. Zou het zwaar? Zou ik even heel streng zijn? Nee! En je moet even luisteren. Nee! La 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 la. Zout op! Zout op! La 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 la. Als we gewoon vast kunnen pakken. Ja. We moeten gaan. We gaan jou naar Hellerhof brengen. Nee. Daar gaat iemand heel goed naar ons luisteren om te kijken wat goed is voor jou. Want wij weten het even niet zo goed. Nou en? Ik neem wel alle mijn spullen mee. We gaan zeker je spulletjes inpakken. Al mijn spullen. En nu één tas. Een grote tas met spullen die voor jou belangrijk zijn. Nee. Nee. Want dit is geen vast plekje voor jou, hè. Dus dat ik naar jou kan kijken. Ga jullie in elkaar slaan? Dan krijg je een extra hoeflek. Doei! Waar is op? Nee. Ik denk zo. Zal ik even een andere zak pakken?
maar. Ik pak nog even een tas. Zo. Zullen we even de rest pakken? Nu is dit mijn huisje. Dit is nu jouw nieuwe plek. Voor altijd. Nou, ooit ga je natuurlijk wel. Ja. Ja, ooit hè. Wat zit hierin? Nou, hoeveel kinderen zitten er hier? 9. Dus dat is meer dan op de Savier, of niet? Ja. Die deur gaat in het slothuisje staan. En dan moet je bellen. Hier of bellen. Daarop drukken en dan bel. En wat gebeurt er dan als je dat doet? Dan bel je de leiding. Ik heb zelf in zetten gezeten, dat is ook best wel flink, maar ik denk dat dit groter is hoor. Ja? Denk het wel. Dat ook vrij groot. Ja, ze hebben wel veel bijgebouwd, moet ik zeggen. Waar maar dat is allemaal na mijn tijd weer. Ja. In zetten. Ja, dan kun je beter hier zitten. Waarom? Een zet is geen pretje. Waarom niet? Het is heel streng. Hoe lang is het bezoek? Ja, 1,5 uur. Wat is dat? Dat is een jongen. Flauwe jongen. Ja. Ja, het is een heel irritant. Ik doe het gewoon zo. Flauw, hè? Ja. Lijkt net of ze bier hebben gedronken, jongen. Je hebt aandacht. Zo heb je de handen echt vol, natuurlijk, hè? Ja, is met tijden. Weet je, dat gaat op en af. Huh. Is met tijden. Ja, toch heb ik wel gehoord dat het hier heel extreem is, hoor. Hoor ja? Van verhalen dan, hè? Van verhalen van? Ja, van leiding, zo mensen die hier gezeten hebben. Ja, ja. Mijn zus had hier vroeger zelfs nog gezeten. Echt waar? Hier blijven, hè? Nee, ik ben nog blij. Dat was Karin van de VTB. Laat maar, Alicia. Wat wil je nog doen, Alicia? Raampje kijken. Nee, dat gaan we niet doen. Anders gaan we naar huis, dan stoppen we het bezoek. Nee, maar ik blijf echt raampje kijken. Ach, kom. Ja, maar dan gaan wij. Want dan is het geen bezoek natuurlijk. Maar ik blijf hier. Oké. Okay. Dus dan is het einde bezoek dan? Ja. Oké. Okay. Ja, dat is helder. Kom op, knuffelen. Hier, zo heb je met hem. Je hebt hier in de zak. Pak ze naar die deur gewoon open. Ja, zie je. Ja. Alicia! Je weet niet, daar wordt ze verkracht of zo, hè? Ze zijn met hulde groep. Ze zijn geen snotneuzen, die jongens. Hè? Die jongens zijn geen snotneuzen. Niks op. Ze moeten zelf maar En het is niet dreigen, ze moeten ze gewoon gaan halen, punt uit, ja. En hier achter de deur zetten. Nee, ze moeten daar gesloten blijven. Dat heeft genut zo. Dat heeft gewoon genut. Nou, wat wil je van mij nu, Guus? Is gewoon gevaarlijk zo, ja. Het zijn oudere jongens, hè? Nee, gewoon ophalen of ik haal ze zelf. Het zijn 6 jongens en 1 meisje. En jongens hebben ook behoeftes. Ja. Weet je hoeveel bosjes je hier hebt? Dus wat er allemaal kan gebeuren bij wijze van spreken. Ik vind gewoon dat je een gesloten plaats moet aanvragen. Dan maar hard. Simpel. Als je haar gesloten plaats, dan komt ze tussen meiden van 15, 16, 17 jaar. Ja, misschien leert ze er iets van. Ja, dat vraag ik me af. Dan kun je vanuit daar gaan kijken. Dus kan ook negatieve dingen leren. Ja, dat is mijn zorg. Ik heb zelf vaak zat gesloten gezeten. Ik geloof me dat ze daar een lesje wel gaan leren. Maar als je dit zo laat... Dit kun je niet tolereren. Nou, dat is in ieder geval heel helder. Lisa is 10 en ik vind haar gevaarlijk. Zelf. Dat weglopen, dat blijft zij doen. En dat gedrag van haar is elke keer. Dat gaat een weekje goed en dan gaat het weer boem. Snap je? Dus dit is gewoon niet de oplossing, ook niet. Ik bedoel, ja, jij zegt een gesloten plaatsing, maar dat is... Nee, dat kan niet nu binnen een uur. Dat snap ik ook wel. Maar ik wil wel dat je dat gaat doen. Ja. Want dan ga ik mijn advocaat bellen en dan moet echt geregeld worden. Ja.
En ik wil gewoon wel zeker kunnen weten, aangezien ik al geen gezag heb, dat ze wel veilig is. En dat gevoel heb ik hier gewoon niet. Ik heb gewoon niet zo'n goede ervaring met gesloten plaatsen. Ja, ik snap je, dat is mijn zorg. Ik heb zelf gesloten zitten, dus ik weet hoe het er daar aan toe gaat. Ik wil haar daarvoor behoeden. Ik wil niet die keuze maken. Ja, maar blijkbaar kan ze zelf geen keuzes maken. En heeft ze dat gewoon wel nodig. Toch? Huh? Mam, gaat je gewoon leuk nog een kaartje sturen? Hm? Waarom? Ja, omdat ik van je hou. Je bent toch maar een meisje. Hm? Niet meer doen nou, hè? Weet je nou wat je moet hebben? Ja. Zo'n pot, magere vork? Ja. Misschien kun je straks aan Stefano vragen of je hem mag helpen. Nee, ik ga niet mijn kutpintje! Nee, ik wil helemaal de binnenkant niet!
even naar de time-out. Schoon is. Wat denk je er zelf van? Kijk maar. Yep, dankjewel. Zonder van het water, hebben we niet nodig. Nou, komen we wel? Oké, in welk badje mag jij? 1. Alicia, in welk badje mag jij? 2? 3. 3? 3! Oké, we zitten niet aan elkaar. Wil iemand niet nat gespetterd worden? Doe je het ook niet? Nee is nee. Wat jouw doelen hier zijn en waar we naartoe gaan werken. Even heel in het kort. En Ik kan toch wel drinken, Alicia? Maar ik ben heel goed aan het drinken. Ja. Wij kennen jou natuurlijk nog niet. Je moet natuurlijk weten van wie is Alicia. Dat ik boeren laat. Ik heet boer. Ik ben ook wel heel erg benieuwd wat jij belangrijk vindt van jouw plek hier. Ja, nee, jij moet het zeggen. Wat wil jij hier leren? Ik heb jou inderdaad gezegd dat we zulke vragen gaan stellen. Voor mezelf leren kiezen. Voor jezelf, ja, voor jezelf leren kiezen. Niet meer weg kunnen lopen. Zou je niet meer? Weglopen. Niet meer weglopen. Oké. Okay. Ja. En zelfstandigheid.
En waar zou je zelfstandigheid in willen hebben dan? Mooi niet. Wat zeg je? Mooi niet. Weet je nog niet. Dat vind je wel heel belangrijk, hè? Want jij zegt het wel heel vaak. Hè? Zelfstandigheid. Nou, maar misschien is het ook een beetje ja. kunnen hebben. Ja. Van waar kan je mee beginnen? Ja. Om mee te oefenen met zelfstandigheid. Want zelfstandigheid is ook een heel groot. Vier weken. Dan ga ik oefenen met vrijheden. Oh, dus dat weet je al. Over 4 weken ga ik oefenen. Toch? Ja, maar dan moeten we wel hè, vertrouwen hebben in je. Dat je niet zomaar wegloopt. En als we dan dingen zeggen dat je daar ook bent. En dat willen we de komende 4 weken wel van jou zien. En je had volgens mij nog wel meer vragen hè, voor dit gesprek hier. Daar hebben we het wel even over gehad. Want daar kwam je gisteren al mee. Van Elise, ik wil met u spreken, want ik heb vragen voor het gesprek. Nou, wat zijn dat voor vragen? Ja. Ja, mag dat. Ja. Hier zit ik. Of we er naartoe kunnen werken dat ik soms een weekend of een dagje naar mama ga. Dat zou je graag willen. En dat wil mama ook. Want eigenlijk wil mama er naartoe werken. Ja. Dat ik het hier goed afmaak. Mm-hmm. En dat ik daarna misschien weer thuis kan wonen. Nou. Ja, dat vind ik niet goed, Alicia. Waarom niet? Omdat ik denk dat niet de beste plek is voor jou. Ja, vroeger. Dus ik vind dat jij nu hier bent en dat dit nu voor jou de beste plek is. Nee. En dat we eerst maar eens moeten kijken dat het weer wat beter met jou gaat. Nou, dat gaat ook niet worden. Nee? Nou, dat vind ik wel erg om te horen. Dat is dan maar pech. Het is geen eetpapier, hè, Lucia? Nee. Nou, voor mij wel. Oké, nou... Maar het papier is niet om te eten, ja, eetpapier. Dat is misschien niet het antwoord dat je wil horen, maar we hebben net... een vervelend antwoord, ja. Dat snap ik goed. Ja. Maar goed, we hebben net wel afgesproken dat het wel belangrijk is dat mama hier op bezoek komt. Ja, ja. Dat vind ik niet leuk. Nee, dat snap ik. Nu hoeft ze mij pas nooit meer te komen. Waarom niet? Ja, daarom niet. Mag toch niet bij de wonen. Nee. Maar ik kan mij pas nooit meer te zien. Maar ben je dan boos op mama, nu je dit antwoord hebt gehoord? Ja. Oké, waarom ben je boos op mama dan? Dat mama zat te zeggen dat ik wel bij mama kan wonen. Oké. Dus het is een beetje onduidelijk geweest voor je. En jij dacht, hé, jippie. En nou ben je teleurgesteld. Ja, maar niemand denkt dat ik bij mama kan wonen. Ja. En dan ga ik gewoon naar Tom vragen om een aanvraag te volgen. Voor zo'n onderzoek, hoor. Wat voor onderzoek bedoel je? Dat ik wel thuis kan wonen. Nee, maar je woont nu hier. Nou, niet lang meer. En hier ga je gewoon laten zien. Dit ben ik. Nee, dit niet kan meer. Ik. Hier wil ik aan werken. Je hebt net hele mooie doelen opgesteld. Hier ga ik aan werken. Dit laat ik zien dat ik het wel kan. Nee, nu ga ik ervoor zorgen dat ik je snel weg ben. Dat ik naar gesloten kom met hele grote hekken. Daar ga ik niet voor zorgen. Het is nu allemaal jullie schuld. Maar dat is toch niet leuk? Ja, beter als hier. Beter als hier. Maar ben je daar al een keer geweest dan? Foto's. En waarom zou je denken dat het beter als hier is? Gewoon. Dus dat weet je niet zo goed. Nou, laten we het daar nog maar een keertje over hebben. Ja. Maar dat gaan we niet nu doen. Hè? Ziet er wel goed zo over. Ja, hè? Ja. Precies. Kunnen jullie ervan uitgaan dat ik iedere dag weg ga lopen? Dat is nu jullie keus geweest. Maar dat is niet de bedoeling, hè? Daarom woon je niet bij ons. Ja. Je woont bij ons om te laten zien dat je het goed kan doen. Ja, en dat wilde je net op leren, heb je gezegd. Ja. Ik wil leren. Ja, maar nu is jullie schuld dat ik iedere dag weg ga lopen. Ik denk dat het goed is dat we kunnen dat nu natuurlijk niet helemaal bespreken. Maar ik hoor jou heel duidelijk aangeven. Ik wil iets. Dat kan niet. Dat vind ik heel lastig. Mm. Kijk, wij zijn ook niet per se degene die daarover beslissen. Maar ik denk wel dat wij met jou moeten gaan kijken. Waar kan jij wel ook gemotiveerd zijn? Als je bijvoorbeeld niet thuis kan wonen, wat kan er dan wel? Want ik hoor jou. Niks. Nou ja, goed, dat denk je, dat voel je nu. Zij wil alleen maar dat ik op een groep woon. Nou, dat weet ik niet of dat ik zo is. Ik wil dat jij, dat het dat nu het beter met jou gaat. Ja, dat is een pech voor jou. Dat gaat niet gebeuren. Nu ga ik heel slecht mijn best doen. Maar je doet het voor jezelf, hè? Je werkt niet voor haar, je werkt ja, niet dan ga ik gewoon zorgen dat ik in het ziekenhuis kom, hoor. Maar waarom zou je dat doen? Pak een mes en steek hem door mijn hoofd. Oké.
Omdat je zo verdrietig bent dat je nu hebt... Zo boos. En zo boos. Nee, pak echt gewoon een mes en steek hem door mijn hoofd. Maar dat... Ga mee doen. Nou, dat ga ik wel regelen. We moeten mij... We hebben het wel eens over het stukje vertrouwen gehad, hè? En als je dan zulke dingen weer zegt, dan is... Ja, nu kan je ervan uitgaan dat ik dadelijk een mes door mijn hoofd ga steken of een andere dag. Nou, dan moeten we jou weer beter in de gaten houden. Ja, vast. Is dat het enige wat je echt wil? Ja! Je wil niet als je zegt van, nou weet je, misschien... Ik zou het heel graag willen, als het dan niet kan om bij mama te wonen, zou ik het wel heel fijn vinden om in een ander gezin te wonen. Mag toch niet vermachteld. Waarom heb je dat gevraagd? Want jij dacht dat het beter was voor mij, begon. Nou, ga het nog eens vragen dan. Nee! Dat jij ook weet van wat... Waarom niks meer? Want volgens mij kunnen we best kijken of wij, of we kunnen kijken of je het kan leren om bijvoorbeeld in een ander soort gezin te wonen. Heb ik toch al lang? Nou, maar wil je weer zoiets terug? Nee, want dan moet ik dadelijk weer weg dan. Ja, dat is de grootste angst, hè? En dat is inderdaad heel vervelend. Dus we moeten een plek voor jou zoeken waar we zeker weten dat je dan ook kan blijven. Dat je daar kan blijven. En dat jij het ook kan daar. Ja, maar waarom is dat? Dat ging toch niet wel omdat ik daar zat, hè? Nee. Dat ging niet wel goed. Dat klopt inderdaad. Er heel veel andere... Dat andere was niet redenen. Ja, andere redenen. Die zijn heel waarom kwam dat, liedje? Omdat ik bij de jacht dood ging. Maar dan hoefde mij nog niet weg te doen en daar een groep te stoppen. Alessandro kon het toen niet meer. Nee, volgens mij. Ja, dan kan je het toch ook naar een ander gezin doen. Niet naar een groep. Want op een groep wonen vind je eigenlijk niet leuk. Je wil heel graag in een gezin wonen. Nee. Is dat wat ik hoor? Nou, dan kunnen we daar toch aan gaan werken. Dat jij hier dingen kan laten zien van, kijk eens, ik werk aan de doelen die ik net heb verteld. Ik kan echt wel weer in een gezin wonen. Dat willen wij van jou zien. En, ja. daar gaan wij samen voor werken. Maar in een gezin wonen, daar eten ze geen papier. Ik wou. Nou, maar dat doen ze dan niet, hè? Eetpapier. Ik slik het gewoon door. Ja, dat zie ik. Mijn liefst, heb jij nog een boos gezicht? Heb jij nu een time-out nodig? Nee. Ik denk het wel, dus je mag je time-out gaan nemen. Nee! Ja, je reageert niet op een goede manier. Hè? Ik heb het time-out niet nodig. Ja, maar ik wil dat je een time-out gaat nemen. Nee, jullie zijn raar. Oliver? Nee. Andreas? Lisha? Daniel? Oké. Time out nodig of niet? Nee. Ik ben de hele tijd boos geweest, dus ik ben ondertussen een beetje rustig. Okay, ga je het zelf aangeven? Even rechtop zitten voordat we kunnen beginnen.
jongens, meisje, maar nou. Ja, dat was je. Dan alle emoties die je hebt. Goed bezig. Ja, en als ik geïrriteerd ben, even voetballen achter de groep. Ja. En als ik boos ben, aandacht en gesprek. En wat nou als groepsleiding even geen tijd heeft voor een gesprekje? En dan ook even rustig blijven zitten. En vragen of hij bij mij wil komen als hij wel gevraagd is. Knap meid, goed gedaan. Dirk! Ik dacht dat jij de enige was die gek kon doen. Hou op. Straks zitten je vingers ertussen. Ja, moet niet. Nee, je gaat hem dicht maken. Oh, lekker boerenkool. Ja. Mag ik open? De stekklepel hebben. Nee! Ik leg deze vast aan de andere kant neer. Zeg maar, film. Oh, dat is gewoon weer niet verstandig goed filmen. Hé, wacht erop. Hé, mevrouw, wilt u maar heel even filmen? Hey. Hallo. Hoi. Hoe is ie? Goed. Goed zo. Was je een beetje zenuwachtig dat we moeten spreken? Nee. Is nog vaak niet op? Geef mijn briefjes terug. Nee? Die waren voor mij. Toch? Jij hebt vragen. Nee. Dus je kan ze ook voorlezen. Ja. Nee. Oké, dan heb je geen antwoord. Nee. Doe maar gewoon een liedje. Nee. Nee. Ik ga heel lang wachten. Ja, dan gaan ze op een gegeven moment weg en ik ook. Daarom. Ja. Oeps. Ik ben nou wel benieuwd eigenlijk. Waar het vragen over mij? Ja. Die zijn toch supergoed? Sorry, ze is al weg. Ja, maar je weet ze wel uit je hoofd. Want ik vind het hele goede vragen die je had. Ja, mijn vragen zijn altijd goed. En ik vind die veel belangrijker dan deze. Ja, of een gesprek met mama kan komen. Ja. Oké. Dat jij een gesprek met mama kan houden. Nou, zal ik je wat vertellen? Huh? Morgenochtend ga ik naar mama toe. Ah, phew. Dat is snel geregeld, hè? Ja. Je hebt het net gevraagd, dus we gaan het nu al doen. Wil je dan kijken? Want die fotoboeken, gewoon mijn fotoboeken van Reek, die... Kelly zegt ook, die moet ik gewoon zelf hebben. Want mama zie ik eigenlijk nooit, bijna. Die vraag had je al aan mij gesteld. Ja. Fotoboeken van Reek. Ja. Al die boeken die ze toen gemaakt hebben, want er waren echt een stuk of 5, denk ik. Ja. En toch nog iets? Ja. Foto van papa. Ja. Ga ik morgen bespreken. Ja. En nu is deze vraag belangrijk. Moet ik nog andere dingen morgen bespreken, Liesje? Ja, dat ik heel erg teleurgesteld ben dat ze iedere keer dat we niet kunnen bellen en dat ze niet komt. Wat was je vraag, vind dat ze dat mag tot dat ging bespreken hoe jij je voelde? Hè? Ja. Maar hoe jij je daarin voelt, dat zal ik bespreken, Alicia. Ja, graag. Ik wil jou zeggen, teleurgesteld. Ik heb al gezegd een keer dat ik het niet fijn vind. Dat iedere keer even bellen dat ze niet opneemt. Ja. Ik kwam een keer aan de telefoon gezegd, maar toen zei ze, nee, dat is niet waar. Ik neem altijd op. Mm. Daar klopt er helemaal niks van. Nee. En dit, Alicia, is ook waarom we hebben gezegd, terwijl ik ook heb gezegd. Ik vind het niet goed dat er belafspraken zijn. Want dan gebeurt dit de hele tijd. Ja, maar toen was ze eerst ook op Reek. Was ook geen bel. Nee, precies. Daar moest ik toen aan denken. In Reek hebben we toen ook op een gegeven moment gezegd, we gaan niet meer bellen. Fijner. En dat was veel fijner. Zowel voor Alicia. Maar ik vind het niet fijn dat ik maar heel weinig bezoek heb. Van, wat bedoel je met bezoek? Met mama of in het algemeen? Mama. Met mama, ja.
Maar ook dat was toen hetzelfde als dat we in Reek hadden afgesproken. Ja, maar ze komt altijd maar een uurtje. Dat vind ik niet, of een half uur. Dat vind ik een beetje kort. Ik vind het vooral belangrijk, Alice, dat als jullie elkaar zien, dan kan dat beter iets minder vaak zijn. Maar als het dan wel fijn is en goed gaat. Maar dit is het nooit. Is dat zo? Ik vind het nooit fijn. Je vindt het nooit fijn, maar je wilt wel vaker. Ja. Oké. Okay. Maar dan is het toch vaker niet fijn? Nee. Maar altijd als het dan komt, dan ben ik heel druk. Ja. En dan komt ze, mm-hmm. En dan ben ik nog steeds druk, dan ga ik irritant doen. En dan is het bezoek niet leuk? Ja. Oké. Okay. Ze moeten eigenlijk. De vorige keer ging ik op mijn zusjes hoofd zitten tekenen. Ja, dat is echt niet leuk. En, luister je nog muziek? Ja. Nog veel? Ik luister alleen maar muziek. Meisje, tot snel. We gaan een afspraak maken. Oké, leuk dat je weer zit. We gaan weer een feestje vieren. Hé, meisje. Tot de volgende keer. Mama. Wil je plassen? Nee. Mama. Ja? Stan zat al door, spoelt het in de was van de klas. Wacht, schat. Je haar zijn gegroeid. Hè? Heb je gebouw? Ja. Voel je het? Zo'n tikje. Ja, laat dan opleggen.
Heeft u naar aanleiding van deze uitzending behoefte om met iemand te praten, dan kunt u nu bellen met Correlatie 0900 1450. Correlatie is ook bereikbaar op werkdagen tijdens kantooruren. Meer weten? Op tweedoc.nl vindt u meer dan 1000 documentaires, interviews en tips.